Goud. Hey Ruud, goedemiddag. Hoe kan dat nou? Je zit in de verkeerde video. Ja, helaas. Ja, maar weet je wat het is? Glenn heeft net zijn kleine meid is geboren. Ja. En nou ja, daar moet hij ook tijd aan besteden. Dus, absoluut. En nou zijn we gezellig met jou, is ook toppie. We willen eigenlijk Glenn een beetje feliciteren. Hè? Eigenlijk wel, hè? Maar hij is er niet bij. Het vliegtuig maakt wel een herrie, hè? Hij is er niet bij, maar dat komt, hij heeft een pracht van een dochter gekregen. Zeker weten. He? Ja. En je weet het, toen Noah voor mij geboren is, toen was ik er ook even uit. Ja. Dus we moeten hem maar eventjes... steunen. Even steunen. Ja, gaan dus we doen. In gedachten is hij erbij vandaag. Zeker weten. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zitten op een plekje... Ja, we weten het niet. Het kan van alles zijn, maar het kan ook helemaal niks zijn. De beul, hè? De beul? Ja, de beul is erbij, dus dan moet het goed komen. We moeten de kluis uit. Nou, we gaan het wel zien. Jongens, volgens mij is het oud. Zie je, daar zo'n eisje. Voor nu allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ja, we zijn vandaag, nou, ik kan het eigenlijk wel gewoon zeggen, we zitten in Amstelveen. Iedereen doet altijd heel geheimzinnig, maar als hier nog toch niks legt, kunnen we net zo goed zeggen waar we zijn. We zitten in Amstelveen en we gaan vandaag proberen om toch nog wat eruit te halen. Wish us luck. Maar kijk eens. De eerste, wat zei jij? 6 mm, hè? Ja, ik denk 6 mm, ja. Toch 2 6 mm'tjes. Tada. Hij gooit er één keer in. Ja, dat is Ruud. Bartje, wat heb je? Ja, wat heb ik? Ik heb een mes en een BMW-sleutel. Cool. Druk hem eens in, misschien staat hij in de straat. Cross. Een Audi en een Tesla. En maar geen BMW. Een Volvo en een Alfa Romeo. Maar geen BMW. En een Crossner. Die vind ik eigenlijk veel leuker. Ja, die is ook leuk. Ja, trek. Ah. Ja. Zo, dat is eigenlijk best wel een pittig mes. Niet? Ja, leuk mesje. Ik denk niet dat die van mevrouw Pieters is om de aardappels mee te schillen. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, wel leuk zakmesje. Lekker bezig. Toppie! Met de beul er al wat uit? Helemaal niks. Nee. Dus er komen kogels uit en er komen messen uit en de beul die echt een reputatie hoog hebt te houden. Die heb helemaal geen moeite. Die is een malle. Er komen wel kogels en messen uit, alleen geen gun. Dat had hij wel. Nee, nog geen pistool. Maar ja, je weet het nooit. Je weet niet wat er gaat gebeuren. De beul, hè. Oh! Zit er wat aan, jongen? Dus ligt hier wel wat, ja. Oh. Ja. Hey. Schoen. Oh, nee. Nee, is van een stuk fiets. Ik dacht een schoentje. Ja, waarom moet ik dat in mijn mandje hebben? Kan je weg of niet? Wie is een geil troef van je? Godverdorie. Kogels liggen onder de brug, hoor ik. Ja. Hallo. Hallo Ruud. Wat heb je? Kom uit. Ik heb een Motorola'tje. Oh, wat leuk. Ja. Is dat een telefoon of is het echt een Motorola, zo'n ja, nee, ding? Zo'n wolkeltalkie of zo. Een wokkeltokkel. Een wokkeltokkel. Ja. Een walkie-talkie. Nou, ik denk dat het een portofoon is. Ja, nou ja, portofoon. Ja, dat kan ook. Ja. Portofoon. Maar die worden toch, ik weet niet hoe lang, al niet meer gebruikt? Nee. Ja, voor een evenement of zo, weet je. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja. Een wokkeltokkel. Ja. Nou, leuk. Toppetje.
ben ik op pad met twee mensen die nooit naar de kapper moeten. En wat vindt hij? Een schaar. Nou, Hans. Familie, je bent er geknipt voor. Jeetje, hoe minder we vinden, hoe flauwer het wordt. Nou, wel grappig. Hè? Ja, dit staat erop. Ja, dit is een heel mooi shot. Ik zei het, hè, in dat hoekie. Twee stuks weer. Liggen er wel een hoop, hè. En weer de 6 mm? 6,5. 6,5. Laten we niet overdrijven, hè? Dus dat zijn er bij elkaar al 5. Zit er mooi in de buurt. Dus dat moet. Ik zou niet mijn munitie weggooien en mijn wapen houden. Of wel? Er is kans dat dit er ook ligt. Ja. Maar dit is een gedachte, hè? Dit is niet een zekerheid. Nee, we gaan het zien. We gaan er even mee door. Wie weet halen we hem er nog uit. Een mesje. Cool. Mooi, hè? Wat is het voor mes? Keukenmes. Ben jij goed in de keuken? Nee. Niet echt, hè? Nee, mevrouw wel. Ik zit nog steeds te wachten op de video dat jullie brood gaan bakken. Ja, dan kun je denk ik lang wachten. En wat heb jij? Ik wil brood bakken. Ligt hier op die brug, onder. Dat ligt onder de brug? Ja. Ja, ik denk dat het van dat spelletje is wat je kunt doen. Schuiten zoeken. Even kijken hoor. Nog één. Officieel logboek. Ja, dit is een. Hoe heet het spel ook alweer? Voor de kinderen. Ja. Ja, hoe heet het spel nou, joh? Heel erg bekend. Wat is dat? Ja, daar doen ze meestal speelgoedjes in. Of, dan heb je een app. En dan kun je zoeken. Ik weet niet hoe. Ik ken niet op die naam komen. Pap, wat is dat? Dat is niet heel leuk om te doen, hè? Ja, nou, die leggen we dus weer netjes terug. Ja. Want dan kunnen de mensen die geocasting doen. Ja, dat is hem. Geocasting. De mensen die geocasting doen, kunnen hem weer terugvinden. Ja, wat heb jij nou weer? Weer een keukenmes. Weer een? Ja. Ja, dat is dezelfde. Nee, kijk, hier ook. Twee stuks. Oh, oké. Okay. Het is niet dezelfde. Nee. Oh, ze zijn ook niet hetzelfde. Nee. Ik denk, nou, hij neemt minder malen. Nee. Hij gaat twee keer dezelfde mes laten zien. Nee, dat doe ik niet. Meneer Krabs, hè? Oeh, hij zegt dat het van een raak. Kijk eens. Dan laat kijken en zo. Ja? Oh. Wauw. Nou, vriend. Ga jij maar even terug. Wat heb jij nou? Een schep. In een plastic tas. Waarom zou je een schep weggooien in een plastic tas? Of is het toeval dat die tas eromheen zit? Het is wel een schep, hè? Het is niet de schep die ik zou willen hebben. Want dan moet je serieus mee werken. Ja? Deze stok moet mee naar huis. Dat is goed, jongen. Want zo even was ik gewoon hier al kwijt. Oké. Nee, dit is niet de schep die je eigenlijk moet hebben thuis, hè? Nee. Dan moet je veel te hard mee werken met zo'n grote. Ga maar met een klein schepje. Een heel liever geen schep. Zo, het glinst het wel, hè? Wat is het? Wat heb jij nou weer? Ja, goud. Oh. Was het maar goud? Ja, het is geen goud. Nee, helaas. Het is wel een, wel een ketting. Hier, Bartje. Ja, voor in je vitrine. Wat je goud! Maar goed, dit is wel het derde kettingje wat je eruit trekt. Je moet, ik denk dat er meer ligt. Ja. Nou, meer dan ik denk dat Alibaba en de 70 rovers hier voorbij zijn gekomen. En dan ga ik allemaal commentaar krijgen, want het waren 80 rovers. Ja, nou. Maar die laatste 10 zitten in de Bijlmer Baaiers.
Bartje trekt er net een potje tijgerbalsem uit. Dat zou ik wel nodig hebben. Hé, hey, dat moet je op je piem smeren. Ja, dan kun je lachen. Kijken. Ja, het is echt tijgerbalsem. Kijk eens even. Ja, ik weet de weg wel weer terug te vinden, Ruud. Maar jij bent al jaren de weg kwijt. Ja, inderdaad. Met TomTom. Rambo Stallone. Dat is wel licht hoor. Zit er niet wat in? Maar er zit zo'n ding op. Ja. Normaal heb je toch zo'n draad op? Dan is het toch nog een pas. Visgaas of wat is het? Naald en draad. Rambo Messi. John Rambo. John Rambo. John Rambo, maar dan wel van een John Dwergo. Het is wel een heel kleintje hoor. Alhoewel, als je hem voor staat, dan schrik je toch. Maar er zit een dop op. Hé, hey, kijk eens. Dat het een overlevingsmes is. Ja. Er zit naald en draad in. Oh, niet. Het is een lookalike. Er zit helemaal geen naald en draad in. Het is niet een echt overlevingsmes, hè? Het is een Taiwan, staat erop. Oh. Jongens, ik denk dat dit de vondst van de dag is. Want we stoppen er ook mee. Net voordat we willen stoppen met magneetvissen, trek jij er nog wat uit? Ja, zit in een zakkie. In een zakkie. Ja. Wat is het? Postcheck. Giropas. Kart Garantis. Giropas. Dat is wel heel oud. Ja, en wat is dit dan? PCGD. Oh ja. Post Centrale Geldbank of zoiets. Oké. Okay. Nou, twee bankpasjes. Oud. Ja. Toch? Bijna net zo oud als jou. Dit was hem weer. Ja. Een beetje onsamenhangende video met niet onwijs veel vondsten. Maar in ieder geval genoeg om misschien toch een video bij elkaar te breien. Ik vond het wel gezellig. Het was, het was meer gezellig dan dat we dingen vonden. Ja. Ja. Dus, voor de volgende keer hopen we dat Glenny Boy er weer bij is. Maar, zoals ik in het begin van de video al zei. Hartstikke logisch dat hij er niet is. Want hij is lekker bij zijn kleine meisje. En dat is ook dat heel veel waard. Dat gunnen we hem ook. Ja, dat gunnen we hem ook. Maar, Glen. Tot gauw. Tot gauw. Voor jullie allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Doei.